Er is vrijwel niets dat mijn werkelijkheidsbesef meer tart dan de spoorloze verdwijning van een mens. Helemaal als het ook nog eens een bejaarde, hulpbehoevende vrouw betreft die aan een rolstoel was gekluisterd en zelf nauwelijks nog 10 stappen kon zetten. Hoe kan zoiets dan? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en daarom vanavond na bijna 10 jaar een ultieme poging doet om de verdwijning van de 78-jarige Geertje Vliegend Hart Roest op te lossen. De bejaarde vrouw verdween in juni 2001 in Rotterdam. En volgens de recherche kan het niet anders of ze is vermoord. Maar haar lichaam is nooit gevonden. Een verdachte was er wel, maar die moest men na verloop van tijd weer loslaten bij gebrek aan bewijs. En hoewel het lijkt alsof Geertje in het niets is opgelost, beschikt de recherche wel over een zeldzaam, haast buitennissig spoortje. En dat is het blad van een boom dat in de achtergebleven rolstoel van de Rotterdamse is gevonden. Van dat blad is het DNA vastgesteld. En dus is de recherche nu op zoek naar een iepenboom. De politie hoopt dat men door deze boom het bos ziet waar het graf van Geertje ligt. Of dat kans van slagen heeft? Kijkt u naar ons dossier over een raadselachtige verdwijning en helpt mee met de oplossing. Dit is de Edmond Hellenraadstraat in de Rotterdamse wijk Prins Alexanderpolder. Een gewone wijk die in de jaren 60 werd gebouwd en waar vooral geboren en getogen Rotterdammers wonen. In dit appartementencomplex op huis nummer 6 speelt zich in de lente van 2001 een aantal onheilspellende gebeurtenissen af. Gebeurtenissen die rechtstreeks in verband staan met de spoorloze verdwijning van de 78-jarige Geertje Vliegend Hart Roest. De 50-jarige Bram Lucas belt aan bij de woning van zijn schoonmoeder Geertje. De bejaarde vrouw is net uit het ziekenhuis ontslagen na een dotteringreep en Bram komt haar nu halen zodat ze een paar dagen bij hem en zijn vrouw kon logeren om aan te sterken. Tot zijn verbazing is echter alleen de werkster in de woning aanwezig. Als Lucas haar vraagt waar zijn schoonmoeder is, antwoordt zij dat ze die ochtend alleen haar bejaarde echtgenoot Piet en hun inwonende zoon Bas in huis had aangetroffen. Ze hadden zich verslapen. Geertje was die avond ervoor al door familie opgehaald, zo had Bas de werkster verteld. De vrouw vertelt verder dat Bas een kwartier geleden met zijn vader in de auto is vertrokken om ergens eieren te gaan kopen. Bram Lucas begrijpt er niets van. Hij zou Geertje ophalen en niet gisteren, maar vandaag. Lucas pakt zijn mobieltje en begint rond te bellen. Maar niemand heeft enig idee waar Geertje Vliegend Hart is. Bram Lucas onderzoekt de woning. Het huis ziet er ordentelijk uit. Het bed van Geertje en haar man lijkt onbeslapen. In de kelder stuit Lucas op Geertjes scootmobiel, rolstoel en rollator. Dat is geruststellend en verontrustend tegelijk, want zonder een van deze hulpmiddelen kan zijn schoonmoeder letterlijk geen kant op. Bram Lucas vertrouwt het niet en rijdt naar de politie om de vermissing te melden. Na zijn bezoek wordt met dit procesverbaal van aangifte een begin gemaakt van een dossier dat in de loop van jaren zou uitgroeien tot een flinke plank ordners. Wat dacht je toen je van je zwager hoorde dat Geertje die ochtend weg was? Nou, ik werd gebeld door mijn zus. En ze zei, Bets, ma is weg. Ik zeg, nou, hoe kan dat nou? Jullie zouden ze toch opkomen halen? Ze zegt, Bram is aan de deur geweest en ze was er niet. En op dat moment schrik je je helemaal kapot. Achtte je het mogelijk dat ze op eigen kracht vrijwillig weg is gegaan? Nee, helemaal niet. Zij zou ten eerste nooit mijn vader in de steek laten. Dus ze zou niet zomaar weggegaan zijn.
En ze was echt zwak. Na die operatie, ze was geen knip voor de neus waard. Ze kon echt niet ver lopen. Even na 1 uur nemen 2 politiemensen samen met Bram Lucas een kijkje in de flat. Inmiddels zijn er ook een dochter van Geertje Vliegendhart, evenals haar man Piet en hun zoon Bas gearriveerd. Terwijl Piet een beetje apathisch op de bank zit, ontstaat er tussen de overige familieleden een discussie waarbij de verwijten over en weer vliegen. Als de zus aan Bas vraagt waar hun moeder Geertje is gebleven, antwoordt deze: dat weet ik niet, maar het interesseert me ook helemaal niets waar mama is, want ik kon toch niet met haar opschieten en ik had niets meer aan haar. De agenten horen de uitspraak van Bas met verbazing aan. Wat speelt er in deze familie dat hij zo onverschillig reageert op het verdwijnen van zijn moeder? Merkwaardig vindt de politie ook dat Bas zegt niet te weten waar zijn moeder is. Hij en zijn vader wonen immers met haar onder 1 dak en de vrouw moet dus praktisch onder hun ogen zijn verdwenen. Hoe kan dat? Alle reden dus voor een indringend gesprek. Omdat vader Piet Vliegendhart zwaar dementerend is en geen heldere en betrouwbare verklaring kan afleggen, richt de recherche zich op Bas. Bas vertelt de recherche dan dat hij er rekening mee houdt dat zijn moeder zelfmoord heeft gepleegd. Het is een uitspraak die de rechercheurs meteen op scherp zet. Bas had immers 's morgens aan de werkster nog wat anders verteld. Dat Geertje door familie was opgehaald. En waarom zeg je dat als het niet zo is? En even later vertelt hij bovendien weer iets anders tegen zijn zus. Dat hij niet weet waar zijn moeder is en het hem ook helemaal niets kan schelen. En nu komt hij bij de politie dus opeens met het zelfmoordscenario aanzetten. 3 verschillende versies op 1 dag. Dat is voor de politie net iets te veel van het goede. Bas lijkt zich al snel te ontwikkelen tot hoofdverdachte. Als de politie hem vraagt wat hij in de ochtend van de verdwijning van zijn moeder heeft gedaan, verklaart Bas dat hij samen met zijn vader naar een boerderij in het Lage Bergse Bos is gereden om wat eieren te kopen. De politie vindt het merkwaardig dat iemand die zijn moeder kwijt is eieren gaat kopen in plaats van te zoeken, zoals de rest van de familie wel deed. Maar de verklaring van Bas klopt wel. Zo blijkt als zijn verhaal wordt gecheckt bij de bewuste boerderij aan de Rottebandreef. Daar heeft het boeren-echtpaar nog meer te vertellen wat de belangstelling van de politie heeft. Bas heeft hen om een emmer water gevraagd en daarmee de velgen en raamlijsten van zijn auto grondig schoongemaakt. Tegen het echtpaar heeft hij bovendien gezegd dat hij kort daarvoor zijn auto ook door een wasstraat had gehaald. Waarom moest zijn Volkswagen juist op dit moment en uitgerekend op een boerenerf zo zorgvuldig worden gereinigd? Bas reed in een vrij oude auto en had er volgens buren nooit eerder blijk van gegeven daar erg zuinig op te zijn. Wat Bas na het vertrek bij de boerderij rond 11 uur 's ochtends tot aan zijn thuiskomst even na 1 uur 's middags heeft gedaan, blijkt voor de politie onduidelijk. Bas weigert hierover te vertellen. Dan betrapt de recherche Bas op een uitspraak die twijfels over zijn lezing doen toenemen. Bas had verklaard de avond van de verdwijning van zijn moeder niet te zijn weg geweest, maar buurtbewoners beweren dat zijn witte auto de volgende ochtend op een andere plaats stond dan de avond ervoor. Liegt hij hier en waarom? Bovendien, als Bas inderdaad niet is weg geweest zoals hij beweert, hoe kan het dan dat hij niet heeft opgemerkt dat de hulpbehoevende Geertje, met wie hij onder 1 dak woonde, uit huis verdween? Dit moet immers vrijwel letterlijk onder zijn ogen zijn gebeurd. Dit alles, plus het totale gebrek aan sporen die de vermissing kunnen verklaren, en de wetenschap dat Geertje nooit op eigen kracht de flat kan hebben verlaten, zorgt ervoor dat de recherche op 16 juni Bas op het politiebureau houdt. Vanaf nu niet meer als getuige, maar als verdachte. Op zaterdag 16 juni 2001 wordt Bas gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van zijn bejaarde moeder, Geertje Vliegendhart.
Jullie hebben Bas meteen die eerste dag van het onderzoek aangehouden. Waren jullie zo zeker van je zaak? Nou, er was in ieder geval sprake van een aantal rare omstandigheden waardoor wij zeiden, het kan eigenlijk bijna niet anders zijn dan dat de zoon van mevrouw Vliegendhart met haar verdwijning te maken heeft. Zo viel ons bijvoorbeeld op dat hij diverse verklaringen aflegde, verschillende verklaringen over de toedracht van die verdwijning. En dat was toch voor ons wel reden om te zeggen, deze man moeten we nader aan de tand voelen. En dat is ook de reden voor ons geweest om hem aan te houden. Bas wordt op 20 januari 1954 in Rotterdam geboren. Hij is een volle neef van onze huidige minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld-Vliegendhart. Hij groeit op in een gelovig en degelijk gezin met 6 kinderen. Bas heeft 4 zussen en 1 jongere broer. Vader Piet is scheepswerktuigkundig ingenieur bij Shell. Moeder Geertje heeft de zorg voor haar 6 kinderen en vult haar schaarse vrije tijd met handwerken, schilderen en musiceren. Ze zijn gelukkig met elkaar en hebben een actief kerkelijk en maatschappelijk leven. Piet als ouderling bij de gereformeerde kerk, Geertje als voorzitter van een ouderenbond. Samen zingen ze jarenlang in het Van Gemerens familiekoor. Het gezin Vliegendhart woont in een rijtjeshuis aan de Arkestein in het Rotterdamse Zuidwijk. In wat voor gezin ben je opgegroeid toen het, toen het allemaal nog goed was? Nou, het was een gezin waarin mijn vader werkte. Mijn moeder zorgde voor het huishouden. Het was een gereformeerd gezin. Ze gingen naar de kerk. En waren best wel streng, maar we hadden ook veel vrijheid. Dus als het geloof allemaal wel goed terecht kwam, dan mochten wij verder onze gang gaan. Er kwamen veel vriendjes dus spelen en vriendinnetjes. En die vonden het allemaal heel gezellig bij ons. Want met 6 kinderen, ja, dan was het altijd een dolle boel. Dus eigenlijk een normale jeugd gehad met een normale opvoeding. Ja. Normen en waarden. Ja. In de kleuterjaren van Bas raakt moeder Geertje overspannen. Ze heeft meer tijd nodig voor zichzelf. Hierdoor krijgt Bas niet altijd de affectie en aandacht die zijn broer en zussen wel hebben gekregen. Bas ontwikkelt zich tot een eenling. Hij sluit zich meer en meer af voor zijn omgeving, eet vaak alleen op zijn kamertje en verzet zich tegen de kerkelijke sfeer binnen het gezin. Om te benadrukken dat hij het zwarte schaap van de familie is, knipt hij zichzelf uit de familiefoto's. Hoewel de gehavende albums later door familie worden opgelapt, zijn de knipranden nog altijd duidelijk zichtbaar. Net als zijn broer en zussen is Bas gezegend met een hoog IQ. Hij doet op zijn sloffen het gymnasium en hoeft volgens een zus die bij hem in de klas zit alleen maar even vluchtig de leerstof te lezen om een voldoende te scoren. Maar in sociaal opzicht is het een ander verhaal met Bas. Hij zoekt stevast een plekje achter in de klas, hangt onderuit in zijn stoel en praat met bijna niemand. Hij onttrekt zich aan activiteiten en laat schoolreisjes aan zich voorbij gaan met als smoes dat zijn ouders daar het geld niet voor hebben. Na het gymnasium begint Bas aan een studie sociale wetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar omdat hij vrijwel niets uitvoert, loopt dat uiteindelijk spaak. Er volgt een leven met weinig ups en veel downs. Bas heeft psychische problemen en wordt tot 2 maal toe opgenomen. Tussen hem en zijn moeder botert het intussen totaal niet meer. Bas verwijt Geertje zelfs dat ze zijn leven heeft verpest. Vader Piet daarentegen is alles voor hem. Werk heeft Bas niet. Hij leeft van de bijstand en het zijn vooral zijn hobby's waarmee hij zijn dagen vult. Bas leest veel, gaat er vaak op uit met zijn Schotse wolfshonden Holly en Wada en leert zichzelf doedelzak spelen. Midden jaren 90 maakt het NCRV-televisieprogramma De Beesten, De Baas een portret van de kleurrijke Rotterdammer. Het is een gathering signal natuurlijk. Verzamelen. Dat is het. We beginnen. Dus als dat lang aanhoudt, is voor hun de grap eraf. Dus het is geen huilen? Nee, het is geen verdriet. Het is eigenlijk blijdschap natuurlijk dat ze bij elkaar zijn. Dat is het. In diezelfde periode meldt Bas zich in Schotse outfit en vergezeld van zijn wolfshonden aan de start van de Rotterdamse marathon. Happy days are here again. The sky is blue. De lenzen van fotografen en filmploegen zwaaien zijn kant op. Bas, die zichzelf de bijnaam Vliegend Hert heeft gegeven, vindt het allemaal prachtig. En het publiek ook.
Maar binnen de familie Vliegend Hart wordt allang niet meer gelachen om de hoogbegaafde en excentrieke Rotterdammer. Uit diverse getuigenverklaringen over de onderlinge verhoudingen binnen de familie Vliegend Hart blijkt dat Bas er de laatste jaren een waar schrikbewind voerde. Het dossier toont het beeld van een man die manipuleert, intimideert, provoceert en er behagen in lijkt te scheppen zijn broer en zussen tegen zich in het harnas te jagen. Hoewel Bas altijd een buitenbeentje was, verergert de situatie als zijn ouders begin jaren 90 steeds meer gaan tobben met hun gezondheid. Vader Piet wordt dement en Geertje raakt steeds meer afhankelijk van een rollator en rolstoel. Uiteindelijk werpt Bas zich op als de meest geschikte persoon om voor hen te zorgen. De Rotterdammer meent vaak zelfs beter te weten wat goed voor hen is dan artsen en verpleegkundigen. Hij is er bijvoorbeeld van overtuigd dat hij met de juiste zorg zijn vader van dementie kan genezen. Eind jaren 90 komt Bas tot de slotsom dat het voor zijn ouders het beste is als hij bij hen intrekt. Zijn moeder is dan inmiddels zwaar hartpatiënt en zijn vader steeds sterker dementerend. De overige familieleden zien intussen met ledenogen aan hoe Bas invulling geeft aan zijn taak als mantelzorger. Geertje, die lichamelijk zwak is, maar geestelijk nog in orde, vertelt vaak huilend hoe Bas haar afsnauwt, verwijten maakt en soms zelfs ronduit agressief bejegent. Ook is het ooit zo keurige appartement, waarin zijn twee reusachtige wolfshonden vrij spel hebben, in korte tijd veranderd in een rommelig geboel. Meer dan eens proberen de zussen een gesprek met Bas aan te gaan, maar hij duldt geen bemoeienis. In het voorjaar van 2001 escaleert de situatie. De steeds zwaarder dementerende Piet gaat dan inmiddels 3 dagen per week naar de dagbehandeling van verzorgingscentrum De Boekholt. En Geertje wordt in mei in het ziekenhuis opgenomen voor een dotterbehandeling. Het is in die periode dat Geertje aan haar dochters laat weten dat ze zich nog zwak voelt en er daarom tegen opziet om terug naar huis te gaan. Maar er speelt nog iets mee. Sinds ze tegen Bas heeft gezegd dat het voor haar man en zijn vader misschien beter zou zijn om niet 3 maar 5 dagen per week naar De Boekholt te gaan, is Bas volgens haar vijandiger en afstandelijker dan ooit. Geertje vertelt zelfs bang te zijn dat Bas haar iets aandoet. Niet alleen tegen haar dochters uit Geertje haar bezorgdheid. Ook tegen haar huisarts vertelt ze ongerust te zijn over het vijandige gedrag van haar zoon. Tegenover een doktersassistente zegt Geertje in een telefoongesprek zelfs bang te zijn dat Bas haar niet meer binnen zal laten en mogelijk zal vermoorden. Op donderdag 7 juni, 9 dagen voor de verdwijning van Geertje, wordt buiten Bas om door de familie besloten dat er iets moet gebeuren. Het is hoog tijd, zo is iedereen het eens, dat vader Piet voortaan 5 dagen per week naar dagbehandeling in De Boekholt zal gaan. En op termijn misschien wel helemaal intern. Een dag later wordt Bas op de hoogte gebracht van de plannen waar hij zo fel tegen is. Een van zijn zussen verklaart tegenover de politie hoe het familiebesluit, zoals verwacht, olie op het vuur gooide. Hij reageerde furieus en zei: nee, dat gebeurt niet, dat zal niet gebeuren. Jullie laten pa naar de verdoemenis gaan. Vanaf dat moment verbreekt Bas zo'n beetje elke vorm van contact met iedereen, behalve met zijn vader. De andere kinderen moeten maar raden hoe het gaat met hun ouders. Een door Geertje bij een van haar kinderen ingesproken bericht op woensdag 13 juni... 3 dagen voor haar verdwijning, voorspelt weinig goeds. De vrouw zegt dat het helemaal niet goed gaat tussen haar en Bas en dat ze banger is dan ooit. Dan gebeurt er iets wat mogelijk cruciaal is voor het vervolg van de gebeurtenissen. Piet en Geertje worden beide alvast door de kinderen ingeschreven voor permanente plaatsing in een verzorgingstehuis. Het is de bedoeling dat het antwoord met de bevestiging naar een van de dochters wordt gestuurd, maar dat antwoord komt daar nooit aan. Zou de brief soms per abuis naar het adres van Piet en Geertje zelf zijn gestuurd en door de inwonende Bas zijn onderschept? Zou uitgerekend hij, die niet bij de plannen voor de aanvraag was betrokken en pertinent niet wilde dat zijn vader naar een verzorgingshuis zou gaan, de brief hebben geopend en gelezen? En er is meer dat zijn woede kan hebben gewekt. Op woensdag 13 juni, kort nadat Geertje uit het ziekenhuis is ontslagen, besluiten de kinderen zonder Bas hierin te betrekken dat het verstandig is als Geertje een wilsbeschikking schrijft. Haar gezondheid is immers broos en nu is ze nog bij machten om te zeggen wat er na haar overlijden met echtgenoot Piet moet gebeuren.
Geertje pakt een pen en kladblok en schrijft: zoals ik al eerder met mijn kinderen heb besproken, wil ik dat na mijn dood de volgende maatregelen getroffen worden. Ten eerste dat mijn echtgenoot, die dement is, in een verpleeginrichting wordt opgenomen voor algehele verzorging. Aangezien mijn oudste zoon niet met mij mee wil denken in die richting, verzoek ik u met mijn andere kinderen te onderhandelen. Mocht er een periode komen dat ik wils onbekwaam zou worden, dan gelden mijn vorige wensen. Mijn oudste zoon, die ik zelf en vele anderen niet in staat acht om de verpleging op zich te nemen, zal het daar dus niet mee eens zijn. Getekend G.J. Vliegendhart Roest. Nadat Geertje het briefje heeft geschreven, legt een van haar dochters het notitieblok in een lade van het eetkamermeubel. Een routineuze handeling, maar wel eentje met mogelijk desastreuze gevolgen. Want de recherche houdt het goed voor mogelijk dat de inwonende zoon Bas ook dit briefje heeft gevonden. Zouden alle ontdekkingen van Bas in die periode, gecombineerd met het feit dat hij door zijn familieleden niet meer bij beslissingen werd betrokken, iets bij hem hebben getriggerd? Het kan volgens de politie in ieder geval gewoon geen toeval zijn dat moeder Geertje 3 dagen na het schrijven van haar wilsbeschikking opeens spoorloos verdwijnt. Bas had als getuige op de dag van de verdwijning van zijn moeder 3 mogelijke scenario's aangevoerd. Eerst tegen de werkster dat Geertje door familie was opgehaald. Toen tegen zijn zus dat hij van niets wist en het hem ook allemaal niets kon schelen. En 's middags bij de politie dat er mogelijk sprake was van zelfmoord. De politie probeert Bas over de tegenstrijdigheden in zijn verklaringen aan de tand te voelen. Hoe verklaart deze hoogintelligente man dat zijn zwaar zieke moeder praktisch onder zijn ogen in rook is opgegaan? Wat heeft hij te zeggen over het opmerkelijke gegeven dat hij die zaterdagochtend niet naar haar is gaan zoeken, maar met zijn vader op pad ging? Waarom moest zijn auto opeens zo grondig worden schoongemaakt? En hoe kan het dat zijn auto op de ochtend dat de verdwijning werd ontdekt op een andere plek stond dan de avond ervoor, terwijl Bas zelf heeft verklaard niet te zijn weg geweest? Maar Bas, aan wie dan inmiddels de bekende strafpleiter meester Frank van Ardenne is toegewezen, heeft opeens nog maar weinig te zeggen, behalve dan over de omstandigheden in zijn cel. Zoals over de plaatsing van een ventilator nadat hij heeft geklaagd over gebrek aan frisse lucht. Bas heeft daar een eigen onnavolgbare theorie over en zegt tegen de recherche: ja, dat zijn allemaal schrikmethodes, de hele tijd deprimeren en intimideren en dan opeens een zoethoudertje en dan maar hopen dat ik begin te praten. Intimidatie door deprivatie, alsjeblieft. Maar steeds als de vragen over de verdwijningszaak gaan, beroept Bas zich op zijn zwijgrecht. Om zijn onwilligheid te benadrukken, hangt hij onderuit in zijn stoel, de ogen gesloten, zich totaal afsluitend voor de tientallen vragen die op hem worden afgevuurd. In het dossier is aan de letterlijke weergave van de vraagstelling goed te zien hoe Bas zijn verhoorders soms tot wanhoop drijft. Bas, komen er nu geen emotionele gevoelens naar boven bij je, nu je moeder niet te vinden is? Doet het je wat? Bas, hallo? Of Bas, word eens wakker. Bas, zijn we er nog? Bas, zijn we er nog? Bas, doe niet zo onbeleefd. Kijk ons nou eens aan. Maar Bas geeft geen krimp. Hij lijkt zelfs te genieten van de controle die hij over de situatie heeft. In een poging meer vat te krijgen op deze hoogst intelligente en onwillige verdachte schakelt de recherche de bekende forensisch psycholoog Paul Richel in. Iemand die precies weet hoe je een verhoorplan moet opstellen en welke tactiek bij een bepaald type verdachte het beste werkt. Richel heeft al snel door dat een harde aanpak niet werkt bij Bas en hem alleen maar zwijgzamer maakt. Daarom adviseert hij de rechercheurs om op zijn gevoel te werken, door bijvoorbeeld over zijn vader te beginnen. Met deze kennis in het achterhoofd gaan de verhoorders opnieuw met Bas de verhoorkamer in. Maar Bas, die houdt ook nu zijn kaken stijf op elkaar. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen. Maar vonden jullie dat iets wat de argwaan toch versterkte? Ja, het is natuurlijk wel typisch. Op het moment dat je moeder verdwijnt, dan zou je zeggen, je probeert er elke bijdrage die je maar kan aan te leveren om ervoor te zorgen dat zo'n gebeurtenis duidelijk wordt. Hè? Wat is er nou precies gebeurd? En in dat licht bezien is het natuurlijk wel vreemd als iemand zegt, ik doe er verder het zwijgen toe, ik zeg niks. Intussen zitten de recherche ook op andere fronten niet mee. Zo heeft het technische onderzoek in de woning niets opgeleverd. Sporen van geweld zijn er niet
En het gegeven dat Geertjes rolstoel, scootmobiel en rollator nog gewoon in de kelder staan, hoeft niets te zeggen. De vrouw kan in theorie altijd nog door een onbekende zijn opgehaald. Getuigen van wat er die nacht is gebeurd lijken er niet te zijn. Hoewel, ondanks zijn dementie is de politie benieuwd of Piet Vliegendhart, de echtgenoot van Geertje, zich iets van de verdwijning van zijn vrouw kan herinneren. Het staat vrijwel vast dat hij in de woning was toen Geertje verdween. Zou hij zich nog iets van de gebeurtenissen voor de geest kunnen halen? Om hierachter te komen vraagt de recherche aan de zorgcoördinatrice van de Boekholt, waar Piet na de verdwijning van Geertje en de arrestatie van Bas is opgenomen, om alle relevante uitspraken van Vliegendhart te noteren. Op maandag 25 juni leggen meerdere medewerksters van het zorgcentrum een verklaring af bij de politie. Piet Vliegendhart blijkt de voorgaande dagen inderdaad veelvuldig over de verdwijning van zijn vrouw te hebben gesproken. Vaak was hij daarbij emotioneel en liet hij de tranen de vrije loop. Vliegendhart had onder andere gezegd dat zijn vrouw een tikkie had gekregen. Dat ze was gevallen of aangevallen. Dat moeder weg was. Dat het bij het vertrek was misgegaan. En dat zijn vrouw dood is. Op de vraag van een van de zusters, van wie Geertje dat tikkie had gekregen, had Vliegendhart gezegd: ja, pas hè. Ook enkele dochters van Geertje, onder wie de als psychologe afgestudeerde Betsy, proberen in lange en afgewogen gesprekken met hun vader te achterhalen wat er met hun moeder is gebeurd. Dit is een audio-opname van een gesprek tussen Betsy en haar vader. Waarom zou Bas ze kunnen vinden? Nee, hij mocht niet meer. Hij heeft het samen een beetje on. Ja, wat heeft hij gedaan? Ja. Hij schijnt ook een tik gegeven te hebben bij Geertje. Ja? Ja. Ja, heeft hij die ring anders de kant uit. En toen heeft hij er een tik gegeven? Ja, dat was wat gebeurd en dan heeft ze een tik gegeven. Is ze naar de gang gegaan? Ja, is ze naar de gang gegaan, ik weet niet. Dus, we kunnen haar niet meer zeggen. ze deed alles zo goed, hè. U heeft met uw vader verschillende gesprekken gevoerd nadat moeder verdwenen was. Wat voor beeld kreeg u daaruit? Mijn vader sprak heel veel, vooral in het begin. Maar het was onsamenhangend. Hij haalde situaties door elkaar, tijdstippen, gebruikte hele andere woorden. Bijvoorbeeld, die ochtend is hij met zijn zoon naar de boer geweest en heeft hij eieren gekocht. En hij zei, we hebben spritsen gekocht. Er zijn geluidsopnames dat hij huilt en dat hij zegt, Geertje, Geertje, waar ben je? Dat vind ik vreselijk. Ik heb het pas nog afgeluisterd. Ik vind het verschrikkelijk om dat te horen. Het heeft dus enorme impact op hem gehad. Heel erg, ja, heel erg. De uitspraken van Piet Vliegendhart lijken er blijk van te geven dat hij meer weet over de verdwijning van zijn vrouw, maar toch kan de politie er weinig mee. Ze gaan inderdaad gepaard met te veel tegenstrijdigheden en feitelijke onjuistheden om als bewijsmateriaal te kunnen dienen. Ruim 2 weken na aanvang van het onderzoek is de recherchegroep beschouwd nog een stap verder. Het gebrek aan hard bewijs tegen Bas leidt er dan ook toe dat justitie hem op vrijdag 29 juni, 13 dagen na zijn arrestatie, moet laten gaan. Was dat een koude douche? Nou ja, er was een verdenking tegen de man gerezen. Het moest eigenlijk allemaal onder zijn ogen gebeurd zijn. De bijzondere omstandigheden maakten dat we zeiden, we moeten nader met hem in gesprek. Maar aan het einde van de rit was het wel zo dat we op dat moment niet het wettig en overtuigend bewijs hadden dat hij ook daadwerkelijk verantwoordelijk was voor de verdwijning van mevrouw Vliegendhart. En dat is ook de reden geweest om hem uiteindelijk weer op vrije voeten te stellen. Is er in die fase ooit iemand anders in beeld geweest? Nee, we hebben wel rekening gehouden met het scenario dat mevrouw Vliegendhart toch zelfstandig de woning had verlaten. En dat ze misschien ten val zou zijn gekomen of dat ze misschien zou zijn verdronken. Maar we hebben nooit zicht gehad op iemand die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor haar verdwijning, anders dan haar zoon. Kort na zijn vrijlating vestigt Bas
De man, die zelf eerst nog had gezegd dat de verdwijning van zijn moeder hem niets kon schelen, de aandacht op zich door gehuld in Schotse outfit en met een sandwichpoort om de nek geld in te zamelen voor een zoekactie naar zijn moeder. Op deze flyeractie in het centrum van Rotterdam komen radioverslaggevers van RTV Rijnmond af, die de excentrieke Vliegend Hart nog kennen van zijn marathondeelname. Twee borden bovenaan de trap die toegang geeft tot de koopgoot. En daarnaast een doedelzakspeler. U zamelt geld in door doedelzak te spelen. Wat wilt u met dat geld? Nou, ik heb een hoop extra kosten nu. Die borden alleen al, die heb ik zelf uitvergroot van politieopsporingsbiljetten. Kost geld dat ik nieuwe schoenen moest kopen voor mijn vader, die in beslag genomen zijn door de politie. Het zijn allemaal dingen, alles kost geld. Dus ja, het is wrang om hier geld voor te vragen, maar ik bedoel... En heeft u al tips gekregen? Ja, nou, ik sta in een Schotse uniform. Het schrikt mensen af natuurlijk. Ik heb voor afgelopen zaterdag ook al gespeeld en er zijn nog geen tips voor binnengekomen. Ja. Dus u zelf twijfelt er ook aan of op deze manier tips binnenkomen? Ja. De actie lijkt dus niet zozeer gericht op het terugvinden van zijn moeder, maar op het inzamelen van geld voor de gemaakte kosten. En hoewel hij nu kennelijk onder het motto beter laat dan nooit opeens wel de ongeruste zoon uithangt, hebben ze bij de politie inmiddels een beduidend ander beeld van hem. Het rechercheteam heeft de overtuiging dat er maar één persoon is die weet wat er met Geertje Vliegend Hart is gebeurd. Hij. Bas is dus op vrije voeten, maar blijft de hoofdverdachte. De politie zet het onderzoek achter de schermen gewoon voort. Men is gespitst op een slordigheidje van Bas. Liefst onder de ogen van het observatieteam natuurlijk. Een verspreking over de telefoon. De toevallige vondst van Geertjes lichaam door een wandelaar. Of het relaas van een belangrijke getuige. En dan, juist als alle mogelijkheden lijken uitgeput, zit het de recherche eindelijk een keer mee als zich een nieuw feit aandient. Het is de verscherpte verdenking waar de politie zo vurig op had gehoopt. Met pech is nog nooit een moordzaak opgelost. Maar met geluk is menige dader de dans ontsprongen. In de zaak van de raadselachtige verdwijning van Geertje Vliegend Hart hoopt de recherche dat de kansen keren. Een van de manieren waarop dat soms lukt is aandacht blijven vragen voor een zaak. Blijven schudden aan de boom, zeg ik zelf altijd. Dan valt er vanzelf wel iets uit. Want er zijn altijd mensen die iets weten, iets hebben gezien of gehoord, maar zich soms niet bewust zijn dat dit om cruciale informatie gaat, waarmee een vastgelopen moordonderzoek weer vlot kan worden getrokken. Een speciaal politiebericht op televisie kan zoiets bijvoorbeeld in gang zetten. En een letterlijk wakkere getuige opleveren. Juist wanneer verdachte Bas is vrijgelaten en het onderzoek op doodspoor lijkt te zitten, dient zich opeens een nieuw feit aan. Het is de verscherpte verdenking waarop de politie zo vurig had gehoopt. Na uitzending van een politiebericht meldt zich op 4 juli, bijna 3 weken na de verdwijning dus, plotseling een nieuwe getuige. Deze getuige verklaart hebben gezien dat Bas in de ochtend van de verdwijning van zijn moeder tussen 6:15 en 7:15 een rolstoel uit zijn auto haalde en naar de kelderruimte bracht. Het was deze getuige daarbij opgevallen dat Bas zich anders gedroeg dan anders en haastig wat voorovergebogen liep. Nadat buren eerder al tegen de politie vertelden dat de auto van Bas in de ochtend van Geertjes verdwijning op een andere plaats stond dan de avond ervoor, is er nu dus een nieuwe verklaring die erop wijst dat Bas wel degelijk 's nachts is weggeweest. Het is voor de recherche de zoveelste aanwijzing dat Bas iets met de verdwijning te maken moet hebben. Want Bas had eerder nog verklaard dat hij zich die ochtend had verslapen. Ook dit verhaal lijkt door de nieuwe getuige, die hem in alle vroegte met een rolstoel had zien slepen, niet langer houdbaar. Op grond van deze nieuwe informatie wordt Bas op zondag 5 augustus 2001 voor de tweede keer aangehouden. Zal het de recherche nu wel lukken om het bewijs tegen de Rotterdammer rond te krijgen? Het lijkt de goede kant op te gaan, want intussen heeft het team ook andere mogelijk interessante informatie vergaard. Zo vertelt een buurtgenoot dat een van Bas' honden 3 weken voor Geertjes verdwijning is overleden en dat Bas die eigenhandig heeft begraven in een plantsoen, niet ver van de Edmond Hellenraadstraat. Tegen een kennis had Bas gezegd dat hij dit had gedaan omdat hij dan af en toe met zijn andere hond Wadda even gedag kon gaan zeggen.
De recherche houdt er rekening mee dat Bas ook Geertje ergens in de buurt heeft begraven. In de omgeving zijn stille en bosrijke locaties genoeg. En dus begint de recherche aan een omvangrijk onderzoek in natuurgebieden in de omgeving van Rotterdam. Waar hebben jullie gezocht en wat waren daar de resultaten van? U moet zich voorstellen, in de banden van de rolstoel van mevrouw, daar hebben wij aarde aangetroffen. Die aarde hebben we laten onderzoeken. En dan blijkt dat die rolstoel moet hebben gereden in een gebied met een hele specifieke vegetatie. En in dat soort gebieden hebben we vervolgens ook gezocht naar mevrouw. Dus u moet dan denken aan het Kralingse Bos in Rotterdam, het Lagebergse Bos, dat soort plekken. Over het hoe en waarom van de spoor op de rolstoel wil Bas niet zeggen. En weer loopt het onderzoek vast op de zwijgzaamheid van Bas. Ook op de verklaring van de getuige die hem 's ochtends vroeg met de rolstoel heeft zien slepen, weigert hij te reageren. Op dinsdag 9 oktober 2001, ruim 2 maanden na zijn tweede aanhouding, moet justitie hem opnieuw laten gaan. Bas is 2 keer aangehouden en ook 2 keer weer op vrije voeten gesteld. Maar de verdenking is gebleven. Nou, eigenlijk is er in de situatie zoals die bestond na de eerste aanhouding nooit enige wijziging gekomen. Na die eerste aanhouding is er alleen nog maar verdenking tegen de zoon van mevrouw Vliegend Hart bijgekomen, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk is er nooit iets in het dossier terechtgekomen waarvan we zeggen, hieruit volgt nou toch onverkort dat hij er mogelijk toch niet bij betrokken is geweest. Is dat niet om gek van te worden? Ja, dat is wel om gek van te worden. Zeker als je toch het vermoeden hebt dat de sleutel bij zo iemand ligt. Ik heb u geschetst, er was eigenlijk nagenoeg geen sporenmateriaal waar we onderzoek op kunnen doen. Dat betekent dat eigenlijk de verklaring van hem zou moeten komen. En als hij er dan het zwijgen toe doet, dan wordt het wel heel erg moeilijk. In de hieropvolgende jaren verdwijnt het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van Geertje Vliegend Hart langzaam maar zeker naar de achtergrond. De teamleden van de politie worden op andere zaken gezet en Bas verhuist zelf naar Friesland, de streek waar zijn geliefde vader opgroeide. De jaren verstrijken en in Rotterdam heeft men het druk met nieuwe moordzaken. Toch kan een aantal regisseurs de verdwijning van Geertje Vliegend Hart maar niet loslaten. Een van hen is recherchechef Hans Blauw, zoon van de fameuze oud-hoofdcommissaris Jan Blauw. In 2007 hebben jullie het dossier opnieuw uit de kast gehaald. Was daar nou een directe aanleiding voor, een tip of een nieuw spoor? Nee, er was niet direct een aanleiding voor. Alleen deze zaak speelde nog zo erg binnen, zowel binnen mijn afdeling als in de buurt, dat wij met een aantal mensen zoiets hadden van, nou, deze zaak moeten we echt nog een keertje gaan bekijken. Dus zoveel mensen hadden nog het idee van, hier valt meer uit te halen en we willen echt die mevrouw vinden. Dat was iets hadden in 2007, nou, dan gaan we er opnieuw naar kijken. De knaagde iets. De knaagde absoluut iets, ja. Ja. Een van de dingen waarin Blauw meteen mogelijkheden ziet is het sporenmateriaal uit 2001. In het bandenprofiel zijn destijds vrij specifieke grond- en vegetatiesporen aangetroffen. Het zoeken in parken en bossen had echter niets opgeleverd. Maar anno 2007 kunnen ze bij het NFI met vernieuwde technieken misschien meer. Het is een schot in de roos. Deskundigen blijken nu in staat om tot in detail te reconstrueren in wat voor gebied de rolstoel moet zijn geweest. In hun rapport schrijven ze onder andere: de route bevindt zich in een gemixt loofbos, waarschijnlijk een aangeplant park met erin de volgende zeer opvallende soorten bomen in de directe nabijheid: plataan, vleugelnoot en witte paardenkastanje. En de volgende bomen in de ruimere omgeving: beuk, eik, els, es, esdoorn, iep, populier, tammekastanje en wilg. Aan de hand van de resultaten wordt een soort groenscan gemaakt van de omgeving van Rotterdam. Het is een even uniek als baanbrekend onderzoek, waarbij een beroep wordt gedaan op de deskundigheid van boswachters en biologen. Die komen op basis van de aangetroffen sporen met 10 locaties... die zich lenen voor nader onderzoek. Want het ging om een combinatie van factoren, hè? Het ging om bomen, struiken, grassoorten, tot zelfs onkruidsoorten worden omschreven. En zeg maar, die combinatie hebben we ook echt naar gekeken. Dat kan deels op basis van wat we in archieven weten. Maar op een gegeven moment moet je ook echt ter plaatse gaan. Dus dat hebben we ook gedaan.
En daar is één locatie uitgekomen die volgens ons voldeed aan de complete omschrijving. Dat is ergens op Rotterdam-Zuid geweest. Daar zijn we vervolgens met specialisten van de KLPD naartoe gegaan. Die met een grondradar de locatie hebben gescand. Die hebben vervolgens ook prikstokken gebruikt. En specifieke honden, lijkhonden, laten ruiken. Alleen dat heeft geen resultaat gehad. Toch heeft Blauw nog altijd één belangrijke troef in handen. In het frame van de rolstoel is in 2001 het blad van een iep aangetroffen. De deskundigen van het NFI zijn er nu in geslaagd er een DNA-profiel van te trekken. Het is een uniek profiel vergelijkbaar met het DNA-profiel van de mens. Ja, ergens in de omgeving van Rotterdam staat dus een iep met exact hetzelfde DNA-profiel als het blad dat in het frame van de rolstoel van Geertje Vliegendhart werd aangetroffen. De rolstoel die Bas volgens een getuige in de ochtend van Geertjes verdwijning uit zijn auto haalde en naar een kelderbox zeulde. Vind de unieke iep en dan vind je ook Geertje Vliegendhart, zo redeneert de recherche. Maar waar vind je die iep, is natuurlijk de vraag. Als bomen nou eens echt konden praten, of als er nou eens zoiets bestond als een DNA-databank voor bomen en planten, dan was de zaak misschien snel opgelost. Maar ondanks diverse zoekacties in parken en plantsoenen wordt de iep niet aangetroffen. En Geertje dus even min. En voor de zoveelste keer komt het politieonderzoek op een laag pitje te staan. Het is, lijkt me toch best een beetje frustrerend dat je eigenlijk zo'n concreet gegeven hebt, een blad van een boom, maar dat je er dan toch niet dichterbij komt. Hè? Dit is niet zoeken naar een speld in een hooiberg, maar zoeken naar een boom in een bos. Ja, ja. Nou ja, het frustrerende is al dat we weten dat ze dood is. Dat we weten dat ze ergens moet zijn begraven. Dat moet haast wel. En dat we er gewoon niet achter kunnen komen. Waar en hoe het gebeurd is. Dat is al frustrerend. Heb je nu na 10 jaar nog echt hoop dat de zaak wordt opgelost? Kan het nog? Ik denk dat het absoluut kan. Ja, ik denk dat het absoluut kan. Mijn vader zei altijd van je lost geen moord op zonder een klein beetje geluk. En dat kleine beetje geluk hebben we niet gehad. Dus die moeten we echt nog tegenkomen. En ik denk als we die tegenkomen dan gaan oplossen ook. In een ultieme poging Bas toch nog aan het praten te krijgen wordt opnieuw beroep gedaan op forensisch psycholoog Richel. En die komt met een bijzonder en gedurfd plan van aanpak. Het was hem en de rechercheurs uit de beginfase van het onderzoek opgevallen dat Bas gevoelig leek voor de charmes van een donkerharige medewerkster van zijn advocaat. Wat zou er gebeuren als Bas werd aangesproken door precies zo'n type vrouwelijke regisseur? Na enig zoeken wordt binnen het korps Rotterdam-Rijnmond een geschikte regisseur gevonden die in alle opzichten lijkt op de vrouw van wie Bas zo onder de indruk was. Op 29 april, bewust op de verjaardag van Geertje, reist zij samen met een mannelijke collega af naar Friesland. Misschien weet de vrouwelijke regisseur een gevoelige snaar te raken bij Bas. Misschien krijgt zij hem wel aan de praat. Maar ook deze moeite blijkt te vergeefs. Bas laat het koppel keurig binnen, maar daar blijft het bij. Hij toont niet de minste interesse voor de vrouw en hult zich in stilzwijgen. En daarmee lijken de mogelijkheden voor een doorbraak in het onderzoek definitief uitgeput. In overleg met Betsy Vliegendhart en in nauwe samenwerking met de politie hadden wij in 2010 de zaak daarom ook nog eens tegen het licht. We lezen het politiedossier, spreken met familieleden van Geertje en met enkele van de betrokken regisseurs. Ja, je zei net al dat deze zaak knaagt bij jou en bij je rechercheteam. Jullie maken heel veel mee. Toch heeft deze zaak extra impact op jullie gehad, voel ik. Kun je daar iets over zeggen? Nou, dat zat met name bij het eerste onderzoeksteam. Niet zozeer bij ons, maar wel bij het eerste onderzoeksteam. Die daadwerkelijk met de verdachte die toen is aangehouden om de tafel hebben gezeten, hem hebben verhoord. Hem urenlang, dagenlang hebben verhoord. En echt het gevoel hadden, met deze persoon zitten we goed. Ook het gevoel hebben, hij moet het ons vertellen, want anders komen we er nooit achter. En zeg maar, dat spanningsveld, dat heeft best wel wat frustratie opgeleverd, absoluut. Ja. Ook bij de familie Vliegendhart zijn de wonden na al die jaren nog niet geheeld. Van alle kinderen heeft eigenlijk alleen psycholoog Betsy de kracht om over de gebeurtenissen te praten. Hoe is het verder met uw vader afgelopen na de verdwijning? Hij ging steeds verder achteruit. En
na 4 maanden is hij al overleden. Als Bas verantwoordelijk is geweest voor de verdwijning van Geertje, moet je dan ook zeggen dat hij de versnelde dood van uw vader op zijn geweten heeft? Nou, wat hij op zijn geweten heeft, is dat mijn vader gestorven is met heel veel verdriet. Wat niet nodig was geweest. Ja, want het was ook de bedoeling dat ze na hun dood samen zouden zijn, hè? Ja, mijn ouders hebben altijd gespaard voor hun begrafenis. Er was een familiegraf. En er was de bedoeling dat ze daar samen in zouden komen te liggen. En dat is nu niet gebeurd. 2 keer heeft Bas in nogal cryptische bewoordingen aangegeven dat er wellicht ooit een moment komt waarop alles duidelijk wordt. Bij 1 van die keren zinspeelde hij op zijn eigen dood. Een andere keer zei hij: als de blaadjes vallen, wordt ze gevonden. Maar die blaadjes zijn gevallen, nu al bijna 10 herfsten. Maar van Geertje Vliegendhart is nog altijd geen spoor. Het wordt daarom tijd om Bas op te zoeken in Friesland en hem zelf eens aan het woord te laten. Want misschien wil hij nu, 10 jaar later, wel praten. Hier zien we Bas vastgelegd met onze verborgen camera. Hoe kijkt hij nu tegen de verdwijning van zijn moeder aan? Wat heeft hij te zeggen over de beschuldigingen aan zijn adres? Om te zien wat het beste moment is om Bas aan te spreken, besluiten we hem een dagje te observeren. Bas rijdt nog steeds in dezelfde Volkswagen Golf Station als 10 jaar geleden. We zien hem instappen en even later via de N31 in de richting van de Afsluitdijk rijden. Via de Afsluitdijk rijdt hij op zijn gemakje richting Amsterdam om de rit voor te zetten naar Den Haag en op het Prins Klausplein de A12 richting Utrecht op te draaien. Het is een lange rit. We zijn benieuwd wat Einzelgänger Bas gaat doen. Dan neemt hij de afslag Bleiswijk en eindigt zijn rit via wat binnenwegen op een verlaten parkeerplaats in een bos bij de Rotte Mieren. Bas stapt uit en verdwijnt in het natuurgebied om te gaan hardlopen. Na ongeveer 2 uur komt hij bezweet terug. Bas stapt in zijn auto en rijdt linea recta terug naar zijn huis in Friesland. Een 2 uur durende autorit van 180 kilometer. Uitsluitend om een rondje te gaan joggen. Dat is op zijn minst opmerkelijk. We besluiten hem daarom nog wat langer te observeren. En in de daaropvolgende weken zien we Bas nog gemiddeld 2 keer per week naar de Rotte Meren rijden. Waarom juist hier? Waarom zo ver weg een uurtje sporten en niet in het fraaie Friese landschap rond zijn huis? Is het nostalgie dat hem naar zijn vroegere woongebied drijft? Of heeft hij een heel andere reden om steeds naar de Rotte Meren te rijden? We leggen onze bevindingen voor bij Justitie in Rotterdam. Daar wordt het gedrag van Bas zo opmerkelijk gevonden dat het leidt tot een heropening van het onderzoek. Kijk, laat ik duidelijk zijn, op zichzelf is het niet verboden om vanuit Friesland de Rotte Meren eens op te zoeken om daar een rondje te gaan hardlopen. Aan de andere kant, Friesland is een prachtige provincie met prachtige stekken om te gaan hardlopen. Dus de vraag is wel, waarom zou je dit soort afstanden afleggen enkel en alleen om een rondje te lopen, om dan vervolgens onmiddellijk weer terug te gaan naar Friesland? Maar wat denkt u dan zelf als u dat hoort? Wat zijn uw gedachten dan? Ja, natuurlijk hebben wij wel nagedacht over de vraag, ook kijkend naar het onderzoek wat we hebben gedaan naar aanleiding van de sporen die op de banden van de rolstoel zijn aangetroffen. Zou er misschien toch de mogelijkheid bestaan dat daar ergens een graf gevonden zou kunnen worden? We zoeken Bas op. Zou hij na al die jaren te hebben gezwegen als het graf nu wel willen praten? Maar Bas doet niet open. Ook niet als we op een andere dag terugkomen en zeker weten dat hij thuis is. Om hem toch in de gelegenheid te stellen zijn kant van het verhaal te vertellen, laat Peter een brief achter waarin hij vraagt contact op te nemen. Nou, zou ik de brief maar gewoon
bezorgen. Ja, dat zou ik maar doen. 2 dagen later ontvangt Peter dan deze lange, handgeschreven brief van Bas. Het is een warrige brief met bijlagen. Vol verzen, een zelfgemaakte tekening en een in memoriam van zijn ouders. Bas begint zijn brief met de cryptische tekst: nadat ik voor de allereerste keer een kraai een oog van het vliegend hert in mijn achtertuin had zien uitpikken, vond ik uw brief in mijn brievenbus vanmiddag. Zoals buurtbewoners ons ook al vertelden, blijkt uit de brief dat Bas in Friesland min of meer een kluizenaarsbestaan leidt. Ik kijk al jaren geen tv meer, lees geen kranten en gebruik geen computer, sms of typemachine. Rust doet hier wonderen, alle tijd voor muziek, een gedicht en een boek. Dan gaat Bas soms in haast literaire stijl in op de verstoorde verhoudingen binnen de familie, het overlijden van zijn zo'n dierbare vader, de reden van zijn verhuizing naar Friesland en het onrecht dat hem in zijn ogen door politie en justitie is aangedaan. Want de recherche had zich niet op hem moeten richten, zo stelt hij, maar op een beige Mercedes met mediterrane buitenlanders. Volgens Bas zouden 2 getuigen deze mannen bij de flat van zijn ouders hebben gezien, maar heeft de politie daar nooit echt onderzoek naar gedaan. Bas blijft bij zijn verhaal dat hij zich de ochtend van de verdwijning van zijn moeder heeft verslapen. Iets wat dus haak staat op de verklaring van de getuige die hem 's ochtends vroeg met een rolstoel had zien zeulen. Verder schrijft Bas voor het eerst wat hij en zijn vader hebben gedaan in de uren nadat zij in de ochtend van Geertjes verdwijning eieren hadden gehaald bij de boer. Terwijl iedereen doodongerust op zoek was naar zijn moeder, was Bas met zijn vader een boswandeling gaan maken, zo stelt hij nu. Over waarom hij uitgerekend bij de boer zijn velgen moest schoonmaken, vertelt hij: de auto kwam net onder de wasseretten vandaan en dan was ik altijd de sponningen en zo na op druipvet. Ook verklaart Bas in zijn brief waarom hij bij de meeste rechercheverhoren zo hardnekkig heeft gezwegen. Mijn primaire reactie als de verdwijning van mijn moeder ter sprake komt is dichtslaan. Als je je woorden alleen maar verdraaid terughoort, leer je praten wel af. Bas schrijft verder dat hij na de verdwijning van zijn moeder eigenhandig heeft gezocht in het Kralingse bos, totdat zijn advocaat hem ontraadde om daar nog mee door te gaan. Hij zei: vind je haar, dan kan de politie het zo draaien dat je haar vond omdat je zogenaamd wist waar je moest zoeken. Bas legt ook uit waarom hij een paar keer vanuit Friesland naar het Lage Bergse Bos is gereden om te joggen. Hij was net zwaar ziek geweest en wilde in het gebied waar hij met zijn honden zoveel gelukkige uren had doorgebracht aan zijn herstel werken. Bas besluit zijn lange brief met: toch hoop ik dat u als ster aan het misdaadfirmament licht kunt brengen in deze duistere zaak. Zelf heb ik het allang aan God overgegeven. Weg van dat wespennest familie, vertrouw ik erop dat u als horsel in de misdaadpels uw best zult blijven doen. Tot slot stuurt hij Peter nog in een richting waar volgens hem naar zijn moeder moet worden gezocht. Kam om te beginnen vooral dat Kralingse bos uit. Ik heb voornamelijk het oostelijke en gedeeltelijk het westelijke stuk aflopen struinen. Het noordelijk stuk is dichter bebost, maar zo groot nou ook weer niet. Afscheid nemend voor altijd. Bas. Nou, of dat een afscheid is voor altijd, dat weet ik zo net nog niet. Ik heb het idee dat Bas nog wel meer te vertellen heeft. En als horsel in de misdaadpels, zoals hij dat zelf noemt in zijn brief, blijf ik dan graag bovenop een zaak zitten. Nu, na 10 jaar, is het de hoogste tijd dat Geertje en haar man Piet weer met elkaar worden herenigd. De politie van Rotterdam, Rijnmond en wij hebben daarom onze hoop op gevestigd dat u ons ook helpt om dat te bereiken. Het is de hoogste tijd voor dat beetje geluk waar politieman Blauw het over had. Er zijn vast nog meer mensen die iets weten, hebben gezien of gehoord, maar dat destijds niet aan de politie hebben gemeld. Daarom kan dat nu alsnog. Een team van rechercheurs zit nu klaar om uw tips in ontvangst te nemen. U kunt nu bellen met telefoonnummer 010-274-7477. Ik herhaal 010-274-7477. En u weet wat ik in zo'n geval altijd zeg.
U heeft nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet. Geertje moet worden thuisgebracht. Haar kinderen moeten eindelijk weten wat er met haar is gebeurd. En de persoon die daarvoor verantwoordelijk is geweest, die moet worden berecht. Als u liever niet met de politie belt, kunt u ook contact met ons opnemen via onze website peterrdevries.nl. Daar kunt u ook de gegevens van de zaak nog eens op uw gemak teruglezen. En wij zorgen er dan voor dat uw tip op de goede plaats terechtkomt. En als u wilt weten hoeveel tips de uitzending heeft opgeleverd en of het onderzoek wordt heropend, volg dan mijn Twitter-account waarop ik hierover morgen zal berichten. Goed, dit was het voor vanavond. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan met een dossier over een gruwelijke dubbele moord. En ook daarin is een zoon de hoofdverdachte. En ook in die zaak heeft men hem bij gebrek aan bewijs weer op vrije voeten moeten laten. Dat volgende week dus. Zelfde tijd, zelfde plaats. Zorg dat u klaar zit, heeft u altijd een alibi. Tot dan.